Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij de familie Snijders, familievloggers. Het is zondagochtend. Het is nog een beetje vroeg. Het is net 8 uur geweest. En Destiny zit al lekker daar een boterhammetje eten. Goedemorgen Destiny. De rest die heb ik wakker gemaakt. Die komt er ook zo aan. Want waarom zijn we zo vroeg opgestaan? Wat gaan jullie zo doen? Ja, ga je zo meer doen met de kids runnen, hè? Ze gaan zo meedoen met de kidsrun, DJ, Danley en Destiny. En vandaag is ook hier door de hele stad de grote marathon. Wij kunnen straks ook echt met de auto geen kant op, dus we moeten straks met de fiets. En dan kunnen hun kiezen 1 kilometer, 2 kilometer of 4 kilometer. Maar we gaan gewoon 1 kilometer doen, dat is natuurlijk genoeg. Maar goed, dan moeten we even een stukje voor fietsen. Want ja, zeg met de auto overal hier om ons... Oh, mijn camera... Overal om ons heen zijn allemaal hekken. Dat wordt straks allemaal afgesloten. Dus we kunnen hem echt met de auto vandaag nergens heen. Maar goed, gelukkig schijnt het zonnetje. Dus kunnen we lekker op de fiets. Ik zal jullie straks eens daarachter ons nieuwe zwembad laten zien. Volgens mij heb ik die nog niet laten zien. We hebben hem gisteren ook al gevuld. Hij is nog niet helemaal vol. Maar dat zal straks wel gebeuren. Ik ga nu even eten. Even koffie drinken. En ik denk dat ik de rest nog een keer moet roepen. En dan gaan we straks op de fiets. Naar de kids run. Een klaarstaan. Dat doen we met de hoofdstuk van de zeeman. Het zijn een groep van 4 tot en met 7 jaar. De allerkleinste deelnemers. Zij lopen in totaal 1 hele runde om te rijden. Kom! Ja, Lana, ga met jou mee rennen. En met iemand van spontaan vlak om het parcours aan te geven. Levi! En we starten over 4 minuten. Over 4 minuten. Mag ik ook? Let op! 10! Ja! 9! 8! 7! Succes! Goed je best doen, hè? 4! 3! Gelopen zijn ze haast voorbij. Welkom toch. Moedig zijn we voor. Danley! Danley!
bij de bocht zo. Hij kan niet meer. Hup, Danny! Laatste ronde! Hij komt eraan! Anderhalf kilometer. Hier! Daar is hij! Goed zo! Ga je medaille ophalen? Goed gedaan, Mario. Nou, haal je medaille op, water op. En dat was de kidsrun. Ondertussen zijn we alweer een tijdje thuis. De kinderen zijn ook alweer lekker buiten aan het spelen. Het was trouwens geen 1000 meter, want op de papieren stond 1000 meter, 2000 meter of 4000 meter. Dat had ik volgens mij vanmorgen gezegd. Maar voor de kleintjes van 3 tot en met 7 jaar was 500 meter. En 7 tot en met 12 jaar was 1,5 kilometer. En dat betekent dat dus de kleintjes hebben 1 rondje gerend. En Danny die heeft 3 rondjes gerend. Hier zijn de medailles. Ik zal even eentje nog even goed laten zien. Dit is het geworden. Hebben ze alle 3 gekregen. Een mooie medaille. En toen kreeg ze ook nog een flesje water en een knijpfruitje. Maar ja, ik zal jullie nog even het zwembad laten zien. Hij is al ook bijna vol. Kijk, 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 kijk. Daar staat hij. En als het goed is, is die bijna vol. Kijk. Tot daar moet hij en hij is nu hier. Dus hij is bijna vol. Hij is echt mega groot. Trappetje. Dus ja, daar kunnen ze zich straks goed in vermaken. DJ wil er al in, die vraagt al de hele tijd, mag ik erin? Oh, hier wordt het donker. Maar het is natuurlijk nog veel te koud. Danny en Dilana zijn even naar de Action. Die halen even een grote cel om straks erop te kunnen leggen. Ik ga hier nu editen. Voor de vlog van morgen. Voor jullie staat de vorige vlog en voor mij staat de vlog van morgen. Weet jullie het zeker? Nee. Het is koud hoor. DJ, ga je er echt in? Wie gaat als eerst? Danny. De hele dag je zeuren. Wij willen in het zwembad. Stop. Ga dan. Ga je echt? 1, 2. Oh! Die laden doe maar voor hem. Dan. Ga je onder de douche? Wil je onder de douche? Nee, nog niet? Oh, het is toch koud? Nou, Danny. Of Destiny? Wie gaat? 1, 2. Erin of niet? 1, 2. Nee. Er zit een brandstof. Is je moed niet? Ja, het hoeft niet. Dan laat Deadly. Dan ga de kant. Bommetje! Net zoals Dietje, goed in! Nee, dat gaat uit, à la Deadly! Ga maar onder de douche! Die laat net de douche van je aan. Nou, Danny. Ja, ze wou zelf. Nou, hup. 1, 2. Nee, net zoals DJ. Hup, erin. 1, 2. Nee, dit is echt vast. Nee.
Ja, jullie hoorden er zelf in! Jullie zitten de hele dag, mogen we erin? A few moments later. Hoe zie je het er nu uit? Heel mooi. Maar ben je weer opgewarmd? Ja. Ben je weer warm? Ja. Ja? Was het zwembad warm of koud? Koud. Heel koud of heel koud? Een beetje koud. Een beetje koud? Nou, volgens mij was het heel koud. Even lekker gedoucht, hè? Dan gaan we lekker naar bed. Dus, wat zeggen wij dan? Vond je deze video nou leuk? Doe een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Doei! 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 En DJ die slaapt al. Ja. Doei!